Eigenlijk voordat ik begon met ondernemen, dat is 1,5 jaar geleden, heb ik eerst een boekhouder gezocht. Een relatief goedkope boekhouder, maar die me wel precies kon vertellen hoe het zit. Toch vind ik het zelf heel belangrijk om wel echt inzicht te hebben in mijn administratie. Dus ik probeer zoveel mogelijk te doen totdat het echt pijn doet en dan zoek ik absoluut ook hulp. Daar hebben wij onze eigen accountant voor. Die regelt de details qua betalingen voor ons personeel. Het enige wat ik doe is nummers invoeren en doorsturen naar de bank en dan komt het geld bij onze werknemers. Omdat ik zelf ook ZZP'er ben geweest, weet ik precies hoeveel werk je hebt eigenlijk en dat ondernemen aan zich al een vak is. En daarmee kan ik aanraden als dochter van een accountant dat het een heel goed idee is om je administratie uit te besteden. Al mijn facturen die moest ik bij elkaar gaan zoeken en ik denk, wat moet ik hiermee? Ik moet dat invullen en dat invullen en dit aanvragen. Dus ik zeg uitbesteden, vooral startende ondernemer, tenzij je natuurlijk een studie hebt gedaan ervoor, want dan is het, als het goed is, peanuts. Als er aanpassingen zijn, dan moet je er ook op de hoogte zijn. Dus je bent continu bezig met belastingzaken in plaats van je bedrijf leiden en managen. Ik voer zoveel mogelijk gegevens zelf in mijn administratiepakket. Maar ik vind het wel heel fijn als een specialist er ook nog een keertje naar kijkt. Ja. Dat gaf mij ontzettend veel rust. De kans op boetes was niet heel, want ze doet gewoon goed haar werk. En ik had gewoon heel veel inzicht. Ik zou ook gewoon de kleine ondernemende accountant opzoeken. Zoek gewoon goed uit, maar als je het uitbesteedt, zorg dat het bij een goede boekhouder is die gewoon weet waar hij of zij over praat. En richt je wel op de dingen waar je energie van krijgt en doe de dingen waar je goed in bent. Dus als je er zelf niet goed in bent, zoek dan zo snel mogelijk hulp natuurlijk.